FC Trias thuis tegen Witcampus. Belangrijke wedstrijd toch wel voor FC Trias. Want als je vandaag wint, dan kun je toch weer wat naar boven gaan kijken in deze competitie in de derde klasse. Hoekschop die eruit wordt gebokst door de doelman van FC Trias. Maar Witcampus nog het balbezit. Een aardige actie en een goede voorzet en de kopbal, maar die wordt niet goed geraakt. Dan gaat hij gewoon naast het doel. Hier de hoekschop. De bal die wordt eruit gewerkt. En dan toch weer opgevangen, nog een keer erin gebracht en die gaat erin zeg. Wat een prachtig doelpunt van Roald Vink. Die ineens zo uithaalt. Kokoor die de hoekschop neemt. En dan lijkt die bal niet helemaal goed te vallen, maar het schot van Vink gaat er dan toch in. Trias blijft druk zetten. Hij strandt hier dan even in de verdediging, maar de bal wordt dan alsnog opgevangen. Een afstandsschot waar de doelman toch nog wat moeite mee heeft. Hoekschop is de kopbal en de doelman die hem eroverheen bokst. We vangen toch aardig wat mogelijkheden voor FC Trias. Hier aan de rechterkant met de schuiver en dan wordt die bal weggemaaid. Alleen een overtreding en dat is het ook. Dat levert een gele kaart op. De vrije trap voor Witcampus. Bij de tweede paal, een beetje in de buurt daar, wordt hij dan toch weggekopt. Een beetje een raar schot dit, maar de bal kan makkelijk gepakt worden. Ook Corrie die bal voorzet. Wordt hij toch weer voor de doelmond weggebokst. Nou, misschien hier dan. Draaikapbeweging. En dan. Oh, op de lat zeg. Doelman lijkt er nog iets aan te zitten. Die bal wordt dan nog een keer voorgebracht. Maar niemand die daar staat om hem erin te tikken. En dan kan de Witcampus eruit komen. Er had wat meer in gezeten hier voor Witcampus. De kopbal die hier voor het doel langs gaat. Zo krijgt Witcampus er ook een paar kansjes. Die niet benut worden. Maar Trias toch wel wat sterker in deze eerste helft. Het staat nog maar 1-0. Het had toch al wat meer kunnen zijn. Beste mogelijkheid hier. In de tweede helft inmiddels. Een voorzet dan die niets oplevert. Nu de overname van FC Trias. Een prima paas. En de man gespeeld zo te zien, zegt de scheidsrechter. Dan zou dat rood zijn. Dat is ook rood. De vrije trap dan van Kokoor die eroverheen gaat. Veel balbezit voor FC Trias in deze tweede helft. Zoals het ook in de eerste helft was. Toch wel de nodige kans heeft gehad. Kokoor hier weer. Dan het afstandsschot. Die kaatst eigenlijk een beetje weg. Dan wordt het toch goed doorgegaan hier door Cornelis Hofman. En die knalt hem erin. 2-0. Witcampus die toch langzamerhand een beetje moeilijk de bal in de ploeg kunnen houden. Voordeel, Kokoor die naar de rechterkant die bal nog goed speelt. De bal in de 16 en dan alsnog, nee, niet. Ik wil zeggen, dan alsnog de 3-0 die erin gaat, maar het gebeurt niet. De lange bal dan hier naar voren van de Witcampus en die bal die gaat er niet in. Nog
Hier weer over de rechterkant. Misschien wat hard erin gebracht, maar Kokoor kan hem alsnog controleren. Achter een balletje en dan is het Vink. Ja! Het is 3-0 en dan is de wedstrijd gespeeld. Het zijn 3 punten voor FC Trias. En, nou, voorlangs zeg. Tjonge jongen. Behoorlijk wat kansen gehad toch wel. FC Trias hier ook nog een keer op paal gekopt. Bijna in het eigen doel. De hoekschop nog van Witkampus. Er kwam niks meer uit. Het wordt nog 3-1 door Straatman. Maar FC Trias die gaat de 3 punten pakken.